daar hebben we ons Floor. Louise, madame Plumeau. Louise, weet u nog? Ja, natuurlijk weet ik dat nog. Hoe zou ik dat nu kunnen vergeten? Louise, Louise. Oh, ik ben zo blij dat je weer zo trouw op post bent, Jacqueline. Want ik kan uw hulp vandaag heel, heel goed gebruiken. Weet je, Zwarte Piet heeft gisteren heel de dag geoefend om de trap op te schrijden. Maar ja, al die vuile voeten, hè. Nu moet ik natuurlijk heel die trap weer opboenen. Ik ga u met plezier een handje toesteken, madame Plumeau. Gij bent toch een engeltje, Josephine. Want weet je, ik moet straks ook nog de badkamer en het toilet van de Sint gaan poetsen boven. Dus ik weet wat te doen vandaag, hè. Ja. Zeg, madame Plumeau, wat ik mij nu zo afvraag, nu dat ik hier alle brieven voor de Sint kom afgeven, welke brief heeft de Sint eigenlijk het liefste? Zijn dat lange brieven of eerder korte kaartjes? En met welke pen schrijft je eigenlijk het beste? Of misschien eerder met een potlood? Ja, dat zou misschien beter zijn. Is dat een tikpapier? Stefanie, rustig, rustig. Kijk, het allerbelangrijkste is dat je altijd netjes werkt voor de Sint. Geen vlekken of scheurtjes in het papier. Proper, zorgvuldig geschreven. Altijd netjes. Daar houdt de Sint van. En ik ook, hè. Zeg, madame Plumeau. Nog eens een vraagje. De Sint zegt altijd dat hij alleen maar bij brave kinderen komt. Ja. Maar wat als een kind nu toch stout is geweest? Hij krijgt dan echt niks, geen enkel pakje. Oh, Charlotte, Charlotte, zo'n moeilijke vraag. Weet je, iedereen kan wel eens ondeugend of niet zo lief zijn of een slechte dag hebben. Maar daarom ben je nog niet stout, natuurlijk. Nee. Het belangrijkste is dat je je altijd herpakt. Dat je niet bij de pakken blijft zitten. En dan zult je wel pakjes krijgen. Snapt je het, Vicky? Ja, ik denk het wel. Maar ik denk nu eigenlijk vooral dat ik naar mijn volgende post moet. Oei. Tot de volgende keer, hè. Denkske. Louise! Ja. Dag. Louise! Ja. Dag. Louise!